Jongeren beschouwen vrijheid als iets heel gewoons. Iets waar ze recht op hebben. En het is lastig om ze uit te leggen dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Mevrouw Velema uit Zeist leidt een jongere rond in het huis waar haar familie in de Tweede Wereldoorlog Joodse onderduikers verborgen hield. De ruimte waar zij zich verstopte is nog helemaal intact. Iedereen kent het verhaal van Anne Frank. Haar onderduikadres is nu een bekend museum en al door miljoenen mensen bezocht. Maar er zijn meer Joodse gezinnen die hebben ondergedoken. Tijdens de oorlog woonde de familie Van Riezen in Zeist. Op een dag klopte een jongen aan en vroeg of ze onderdak wilden bieden aan Joodse mensen. Ik wil graag weten hoe het voor mevrouw Van Riezen was om Joodse mensen te verstoppen voor de Duitsers. Hoe is het begonnen? Dat ging heel geleidelijk. Ineens kreeg je een bordje verboden voor Joden. Ik denk wel gek. Ze moesten ineens een ster dragen. Ze mochten niet meer met de tram. Het was mede deze gele Davidster die hen tot een gemakkelijke prooi maakte van de Duitsers. In 1942 begonnen de systematische deportaties uit Nederland. Wie heeft er precies voor gezorgd dat de Joodse mensen hier kwamen onderduiken? Dat ze hier kwamen? Ja. Dat was een stel jongelui. Die kwamen aan mijn vader vragen of we een Joods echtpaar in huis wilden nemen. Toen dat echtpaar dan zou komen, kregen we 3 weken... de tijd om voorbereiding te maken. Ja. Hier hing een manometer, een thermometer, een hele grote. En daarachter hadden ze een contact gemaakt, hier doorheen geprikt en zo naar boven. En dan ging, als je de deur dan maar goed ver open duwde, dan ging boven het lampje branden. Of een belletje. Oh ja, ging er rinkelen. Ja, ja. Dan wisten ze dat ze... Ja, nou, dan waarschuwt. Het echtpaar kon hier bivakeren, ja, hè, zolang het nodig was. En deze ruimte konden ze gewoon gebruiken. Hier was dus hun slaapkamer en hiernaast de woonkamer. En dat was hun tuin. Dus dat was de ruimte die ze hadden. Dus eigenlijk voor onderduikruimte behoorlijk veel. Dit was ons boekenkamertje. Hier was onze, bibliotheek, zeg maar. En hier konden ze te kust en te keuren hun boeken. Want dit zijn niet alleen romans. Maar er zijn ook gedichten, wetenschappelijke boeken, dus ze konden alle kanten op. Waar wasten de mensen? Nou, wij hadden hier een wastafel. Alleen, nu hebben we warm en koud water. Ja. Maar vroeger alleen koud water. En verder, ja, als wij gingen eten, brachten we hen maaltijd boven. Ja. Ze konden hier niet zelf koken? Nee, nee. Je was geen kookgelegenheid. Dat was ook te riskant, hè? En te gevaarlijk. Want ja, als je daar zelf... Stel voor dat er huiszoeking komt en een kookapparaat staat aan. Ja. Ja, dat is een beetje verdacht, ja, hè? Je had af en toe razzia's. Gewoon die... ja, dan moet die straat even nagekeken worden. En dat zijn mannen, jonge mannen, die komen zo binnen. Mijn zus en een vriendin, die ook hier in huis woonde, die, soldaten ontvangen. Een beetje flirten met ze. Van, oh, kom binnen, kom binnen. Oh, wil je kijken? Kijk maar. Keken ze onder het bed, keken ze aan de andere kant onder het bed. Dus stikkend van het lachen waren die mannen hier aan het rondkijken. Maar zo hebben ze wel voorkomen dat ze verder gingen kijken. Dat is eigenlijk heel raar dat hier mensen 2 jaar lang leven en... Ja, wat moet je ervan denken? Aan de ene kant, als je verhalen hoort... hoe mensen soms in kleine ruimtes echt hebben ondergedoken. Dan denk ik, dan hadden ze het hier nog aardig luxe. Maar aan de andere kant, je weet niet hoe lang het duurt. En opgesloten moeten zitten. Ja. Hè? Dat is wat anders dan voor je lol ergens gaan bivakeren. Hè? Dus ja, het is niet in te denken als je zelf vrij loopt. Ja. Dan was dit alleen bedoeld in geval van nood. Als ze kwamen? Als we een seintje kregen, er zijn razzia's op opkomst, dan gingen ze hierin. En dan moesten ze eerst allerlei dingen wegmoffelen, waar ze door verraden konden worden. Ja. En dan konden ze hier, en daar kun je beneden rechtop staan. Daar zat dan de hele... Ja, de kleden en de dekens. Die ter bescherming, ook voor het lawaai, maar ook voor de kou. Die liggen er allemaal nog. Ja. Dus je kan er makkelijk in, hoor. Nee, het is een behoorlijk grote ruimte, hoor. Ja, er liggen ook allemaal bedden. Ja. Toen ik dat hol inliep, vond ik dat best wel eng. Het leek eigenlijk heel erg op een enge film. Maar, en dat er gewoon echt iemand onder die dekens heeft geslapen... en zonder dat ze uitgeklopt hebben of gewassen hebben... ze liggen daar gewoon nog precies hetzelfde. Dat is gewoon onvoorstelbaar. Waarom heeft u het allemaal zo gelaten? Misschien wel uit luiigheid. Weet je, na de oorlog, dan verandert je leven zo totaal. Toen had je andere dingen in je hoofd. Het land moest opgebouwd worden, je moest de studie weer oppakken. En dat daar zo'n belachelijke ruimte is, dat vergeet je maar. Ja. Je komt wel zo dicht bij de realiteit. En dat vind ik wel heel erg bijzonder. Als je dan zo'n boek pakt, kan ik bijna niet geloven dat daar iemand die hier heeft ondergedoken... dan zelfs de bladzijde heeft aangeraakt. Als ik hier zelf zou moeten zitten, dan... zou ik helemaal gek worden. Als ik zo'n belletje zou horen, dan zou ik denk meteen aan dat hol kruipen en niet meer bewegen. En ik zou heel erg bang zijn. Ik ben al bang als ik een enge film kijk. En dan, als je dat echt meemaakt, zeg maar... Ja, dan zou ik flippen. Ben je nooit bang geweest? Dat je... Nee, heel gek. Heel gek hoe dat komt, weet ik niet. Maar ik heb nooit bang geweest van... stel voor dat we gepakt worden of dat we doodgeschoten worden. Of... Nee, het echtpaar heeft de oorlog overleefd. En hun zoon, die zat in Beilen ondergedoken, heeft ook de oorlog overleefd. U keek naar een documentaire uit de serie Gezichten van de Vrijheid over onderduikers in Zeist. Volgende week in Docu het verhaal van boer Dries van Dijk uit Amerongen. Hij probeert zijn bedrijf op een natuurvriendelijke manier draaiende te houden. Maar door de economische crisis wordt dat steeds moeilijker.